Een hele bijzondere avond voor Feyenoord. Ja, kan je duiden hoe uniek dit is en wat het betekent voor de club? Ja, dit is heel uniek sowieso. Hè? Weer een Nederlandse club eindelijk in de finale. Voor Feyenoord zeker. 20 jaar geleden voor het laatst in überhaupt een halve finale. Maar dus ook nu in een finale toen de UEFA Cup werd gewonnen. En ja, zeker waar Feyenoord vandaan komt. Did Feyenoord surprise you? Let me say it that way. Yeah. Because this is really, I don't know what we say, but maybe solid. We can see something like a collective strong. We hebben Feyenoord de laatste jaren gezien. Weinig geld. De beste speler ging vorig jaar nog eens weg. En toen dacht echt iedereen, ja, Arne Slot komt dan wel. Maar dit gaat jaren duren voordat Feyenoord mogelijk weer echt kan aanhaken. Nou ja, dit jaar was natuurlijk in de competitie toch ook al goed. Waar het bijvoorbeeld eerder al bij PSV wist te winnen. Nou ja, in de Conference League was het lange tijd toch maar hopen dat Feyenoord eindelijk weer eens Europees zou overwinteren. Nou, dat gebeurde. Ja, en het werd eigenlijk steeds mooier tot wat er vandaag bereikt is. Zelfs een finale. Are you impressed by what Feyenoord has shown in the past 2 weeks? Yeah, because we have a lesson from this team of Feyenoord, because they play with 11 players for the first leg. The 11 same player play in championship on Sunday, they won. And the 11 same player play in Marseille the second leg. And we see that They won and they qualify. Wat levert Feyenoord dit concreet op, naast uiteraard een plek in de finale? Nou, buiten het feit dat het heel erg goed is voor de financiën, het geld dat Feyenoord gehaald heeft. Dan moet ik wel zeggen, in de Conference League, ja, vergeleken met Champions League en Europa League, is het geen vetpot. Maar de spelers hebben zich wel allemaal op de kaart gezet. En daardoor kan Feyenoord echt gaan cashen. Maar het heeft al de laatste jaren echt geen transfers gemaakt. Ja, vorig jaar Berghuis, maar dat was gelimiteerd, waar dan nog een beetje geld voor binnenkwam. Maar ja, Feyenoord heeft eigenlijk al langere tijd niet echt een speler verkocht. En nu, ja, zeker nu Feyenoord in de finale komt, gaan er natuurlijk interesse komen voor spelers. En kan Feyenoord ook een keertje echt toptransfers maken. Really appreciate Malasia, the left back defender. Was really cool. Koku was Koku was not really good. They essentially play to defense, I like the game of the 10 when he gets the ball. But for the first game, that was Dessers, someone we discover. Ja, Feyenoord heeft natuurlijk een geweldige achterban door heel Nederland. En ze hebben denk ik de spelers ook gewoon weer Feyenoorders trots gemaakt. Maar ook dat heel Nederland een beetje van Feyenoord is gaan houden. Ik heb veel mensen gesproken die helemaal geen voorliefde voor Feyenoord hebben. Maar die razend enthousiast zijn van dit elftal geworden. En die ja, heel veel sympathie voor Feyenoord hebben. Terwijl ze van huis uit hele andere clubs supporteren.